Wij hebben een Opel-rijder. Stel je eens even voor. Mijn naam is Kees van Helvoort. Woonachtig in het mooie Heeswijk waar we hier doorheen rijden. Midden in het prachtige Brabant. Midden in het prachtige Brabant. Dat horen we al. Ja. En ik ben inderdaad vervent Opel-rijder. Dat klopt. En je hebt een Opel die inmiddels behoorlijk zeldzaam is geworden. Ja, een Opel Kadett Cabrio. Later beter bekend als Opel Cabrio. Jouw droomauto. Ja, die auto wilde ik gewoon graag hebben. Ja. Een leuke, betaalbare, praktische cabrio. Maar ze beginnen behoorlijk zeldzaam te worden, de late Kadett Cabriootjes. Ik zie ze althans niet zoveel meer. Jij hebt een best behoorlijk mooi exemplaar, roestvrij. En ja, er komt nog iets bij. Het soort cabriolets dat Opel toen maakte, dat is er eigenlijk niet meer. Die Astra leek er nog wel een beetje op. Dat was ook nog wel een soort kadetachtige auto. Astra F, dat was inderdaad eigenlijk op dezelfde manier als deze auto. We pakken echt als basis de drie deurs of net wat ze gepakt hebben. En daar hebben ze cabrio op gebaseerd in dezelfde stijl eigenlijk. Ja. En bij de Astra G eigenlijk ook op dezelfde manier, ook met een stoffen kap, ook een vierdeurs. Waarbij ik moet zeggen dat ik een Astra G wel wel een elegante auto vond, ja. Cabrio. Ja, ben ik wel met je eens, ja. In tegenstelling tot de F, die vond ik iets minder. En ja, toen moesten ze met Astra H met de klapdak mode mee. En ja, mijn ding is het niet. Toen was voor jou de lol er vanaf. Of vind je niet bij het merk passen? Ja, sowieso. Je vond het te gelikt of zo? Nee, ja, ik hou niet van die klapdaken. Ja. Het is ook in mijn ogen geen cabrio rijden. We hebben nou de kap dicht, omdat het allemaal zeiknat is. Maar een cabrio moet je open rijden, moet je de wind voelen en niet onder de vooruit leven, om het zo maar eens te zeggen. Nee, wat je met die wagens wel hebt. Ja, en het mag best een beetje kraken en het mag best een beetje lawaai maken en het mag best een beetje primitief zijn, maar... Ze zeggen altijd, als een kadet niet meer kraakt, dan is er iets mis. Nou, die jouwe kraakt. Ja. Nou ja, dan ken je ook de meest recente Opel Cabrio, die weer wel een stoffen kap heeft. Ja. De Cascada. De Cascada. Ja, dat vind ik wel zeker een mooi ontwerp. Het is niet echt helemaal op de Astra gebaseerd volgens mij. Het is een beetje... Ja, ze hebben Astra hem een beetje opgerekt. Opgerekt richting de Insignia. Ja, een mooie lijn, vind ik. Oké. Okay, ja. En ik denk dat ze wel een redelijk unique selling point hebben als je kijkt naar de prijs ten opzichte van de hoeveelheid auto die je krijgt. Ja, ja, ja. Tenminste, de ruimte en dergelijke. Ja, ja, maar ze zijn ook meer in het Audi segment gaan zitten. Ja. Toch een beetje meer premium en opgetuigd en leer. Ja. En, stikseltjes en dat soort werk. Dat is dus echt wel anders dan in jouw auto. Want jouw auto is echt heel bazaal. Ja, het is voor die tijd heeft hij zeg maar alle luxe die in de cadetfolder stond. Ja, je hebt elektrische ramen, vijfbak. Vijfbak, elektrische kap, ja. ABS, stoelverwarming. Maar daar houdt het ook wel mee op. Ja. Maar je bent, neem ik aan, als Opel liefhebber wel benieuwd naar die Cascada. Ja, want ik heb er dus al over gelezen dat hij wel redelijk ruim is en zo. Maar ja, wat is de beleving met zo'n moderne Cascada? Ja, dus. Precies, en wat blijft er nog over van jouw Opel gevoel in zo'n auto? Ja. Zullen we het gaan proberen? Nou, dat lijkt me wel wat. Nou Kees, dit is hem dan. Nou. De Opel die jij mooi vindt. Ja, zeker mooi. Maar wat een idioot idee dat dit de opvolger is van jouw auto. Ja, ja, weliswaar de opvolger van de opvolger van de opvolger. Maar... Ja, maar toch. Stuk forser. En je vindt hem dus mooi. Vind je het een Opel? Hoe vind je het front? Ja, het front is wel herkenbaar Opel. Dat zeker wel. Maar verder is het natuurlijk, hè, wat jij beschrijft, van ik vind zo'n Opel leuk omdat het een simpele, lekkere Hollandse
niet pretentieuze auto is. En in hoeverre, als je dan dit ziet, de velgen alleen al, legt dat naast jou toch al redelijk forse 15-inch velgen, fors voor die auto. Naast dit. Ja, waar staat 19, 20? Veel in ieder geval. Veel, ja, groot. En dan gaat dat met een prachtige vouw, gaat dat helemaal naar achteren. Er ligt een 1.6 in. Dat is een turbo met 170 pk. Er is nu ook een 200 pk versie. Misschien geen overbodige luxe, omdat de auto redelijk zwaar is. Want hij is zo'n 600 kilo zwaarder dan jouw kadetje. Het is een automaat. En verder is hij zo te zien. Ik heb hem vanmorgen opgehaald. Is hij helemaal vol. Ik heb er al eens eerder gereden. Dus ik weet wel ongeveer wat ik ervan vind. Maar ik ben nu vooral benieuwd naar jouw oordeel. Je merkt al meteen op zijn klinkerweg eigenlijk dat hij daar veel rustiger op ligt als de Kadett. Ja, de wielbasis is natuurlijk ook veel groter. Ja, en het is toch wel meer veercomfort, denk ik. Ondanks de enorme banden. Hoeveel besturen? Op zich heeft hij genoeg tegendruk. Niet heel dood. Dus het stuurwiel vind ik wel aan de dikke kant. Ja, op zich wel lekker, maar... Het is bijna overdreven. Maar wat een compleet andere wereld is dit. Een hele andere wereld, ja. Dit lijkt in de verste verte niet. Sowieso, als je niet zou zeggen van je rijdt in een cabrio, heb je eigenlijk al vrij weinig acht slaan op het windgeruis. Ja, het soeft heel soeverein eigenlijk over de weg voor een Opeltje. Ja. Ja, maar dat is het nou juist. Het is geen Opeltje. Nee. Het is iets heel anders geworden. Voel je erin thuis? Ja. Beginnen jouw Opel alarmbellen te rinkelen? hoe werkt dat? Ik denk dat ik me op zich hier wel in thuis zou kunnen gaan voelen. Ik weet nog dat ik een Astra G kocht. In de tijd dat hij net... Ja, die kocht ik toen hij net 2 jaar op de markt was. Ja. En toen dacht ik echt van, dit is gewoon... Dit heeft niks meer met een Kadett te maken. Het was vanaf de Astra F naar een G vond ik al een enorme stap. Ja, want die Astra's, die waren toch nog relatief sober. Dat waren nog gewone mensenauto's. Ja, maar dit, kijk naar die middenconsole. Ik weet niet of jij in één oogopslag de knoppen kan tellen, maar mij lukt het niet. Het zijn er tientallen. Dat klopt, ja. En je hebt natuurlijk een navigatiesysteem, zo'n groot display tussen de snelheidsmeter en toerenteller. USB-aansluiting, elektronische handrem. Ja. Ja. Eigenlijk een hele hoop gadgets, toch? Ja. Hè? Ja. Ik heb het gevoel dat je er een beetje vreemd in voelt. Ja. Zo zit je te kijken. Als ik jou net in jouw cabrio's die zitten, jouw eigen kadetje, laten we dat toch maar zo even noemen, ja. Hè, dan zie ik iemand die is vergroeid met die auto. En die kijkt met zijn blik van, ik zit in mijn Opeltje. Dit is mijn merk. En hier zie ik jou als een gast zitten, met een soort van verbazing van, mijn god, wat overkomt mij nou? Ja, stel ik had een blinddoek omgehad en je had gezegd van, in wat voor auto stap je nou? Hè, dan had ik ook kunnen zeggen van, het is een ander Duits product, bijvoorbeeld een Audi A1 of iets dergelijks. Ja. Die zit dan misschien nog wel iets hoger op de lat qua afwerking en alles. Nee, ik denk dat niet zo'n verschil is. Dat roepen ze wel bij Audi, maar ik denk dat wel de hoek is waar je deze auto in moet zoeken. Het is gewoon goed gemaakt. Hè? Dat is nooit het probleem bij Opels van de laatste generatie. Nee, maar het is wel zo dat die merken qua... Nou ja, jij zegt beleving. Dat is een veel misbruikt woord. Maar dat is natuurlijk die groeien qua beleving toch wel een beetje naar elkaar toe. Die gaan in die zin ook meer op elkaar lijken. En daardoor is jouw blinddoekopmerking helemaal niet zo gek. Kijk, hij wil best wel vooruit. Maar dat is wel iets wat ik met veel moderne auto's vind. Ze gaan wel snel, maar je hebt helemaal niet het gevoel dat je snel gaat. Nee. Ik zeg altijd, bij Kadett is meer een kart. Ja. Ja, dat is misschien een beetje overdreven, maar daar neigt hij meer naartoe. Zo'n ding loopt ook maar 40, 50. Maar voor je gevoel ga je zo hard als een Formule 1 auto. Ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zeg jij toch,
van mijn kadetje leeft meer dan deze auto. Ja, ja. Wat ik net zei met de slechte wegdek, dat die auto daarop reageert in zijn stuur en alles. Ja, dan wordt hier allemaal veel meer weggefilterd. En daarmee mis je ook een klein stukje rijbeleving in mijn ogen. Ja, ja. Ja, dat is iets van de moderne auto's in de algemeenheid, denk ik. Maar ja, dat is ook een stukje rijplezier. Ja.